Ik zou eigenlijk laten zien hoe je een wie was wie acte opvoert. Maar van die vorige huwelijksakte die ik in het vorige filmpje opvoerde, daar stond nog iets in wat ik nog even op terug wil komen. Ik ga even naar die huwelijksakte toe door hierop te klikken. En ik maak hem groot. Daar staat namelijk in tegenwoordigheid van Huig de Zeeuw, oud 36 jaar, vlasboer, broeder des bruidegoms. Dus die Jan de Zeeuw, die heeft nog een broer, maar die heb ik niet staan. Want als ik even naar zijn vader ga en ik teken dat plaatje, dan zie ik maar één zoon. Dus ik wil die Huig toevoegen. Dan ga ik eerst naar de relatie van zijn ouders. Dit zijn de ouders van Jan de Zeeuw, Jan Gerrit de Zeeuw. De werkhandelingen, voeg kind toe. En ik zeg, hij is Huig de Zeeuw. Akkoord. En het is een man. Nou, wat staat er nog meer over die Huig? Die is 36 jaar en hij is vlasboer. Ah, dus hij is tijdens dat huwelijk van zijn broer, dat is namelijk op 17 mei 1998, is hij vlasboer. Dus dat ga ik invullen, bewerkhandelingen, voeg activiteit toe. Dan zeg ik, hij staat nog op beroep, want daar heb ik hem vorige keer ook op gezet. Vlasboer. Op 17 mei 1889. En nou komt hij. Is dan 36 jaar. Dus ik vul hier 3-6 in. En dan zeg ik akkoord. Nou staat er Huig de Zeeuw, vlasboer op 17 mei 1889. Dat is gewoon een beroep wat hij toen even had. 36 jaar oud. Zodra Gens Data Pro een activiteit heeft met een datum en een leeftijd, kan hij de geboortedatum uitrekenen. Dus ik zeg bewerkhandelingen, vul geboortedatum in en dan komt hij met het geboortejaar. Is 1852 of 1853? En dan kan ik kiezen of ik het in wil vullen of niet. Dus vul het maar in. Voor de goede orde, in het logscherm komt altijd uitgelegd waarom die daarop komt. Dus uit actie 1 vlasboer, tussen 18 mei 1852 en 17 mei 1853... Dus hij is tussen 18 mei 52 en 17 mei 53 geboren. Nou, en dat staat niet mooi, dus maken we daarvan 1852 of 1853. Dat is een bepaalde datumcorrectie in het bewerkscherm. Daar staat hij namelijk 1852 en die L betekent eigenlijk of het jaar erop. Namelijk 1852 of 1853. Overal namelijk waar je een datum hebt met een leeftijd, betekent dat je de geboorte weet uit een keuze tussen twee jaren. Nu gaan we nog zeggen dat hij getuige is van het huwelijk. Ik ga even naar het huwelijk. Het is hier groen. Want ik wil eigenlijk natuurlijk bij Jan die getuige toevoegen. Maar hier kan ik alleen maar geboorte, doop en overlijdensgetuige toevoegen. Logisch, want dat is voor een persoon. Bij een relatie, groen scherm, kan ik getuigen opvoegen. Onder trouwhuwelijk of kerkelijk huwelijk. Nou zeg ik huwelijk, dan moet ik aangeven wie is het dan. Nou, het staat al toevallig Huig de Zeeuw. Ik had nog even helemaal kunnen uitzoeken hoe ik daar was gekomen. Met van Jan Gerrit kan ik bijvoorbeeld zeggen, ga eerst maar even naar zijn ouders en dan zie ik daar Huig staan. Hoe dan ook, hier staat Huig, die wordt de getuige. Ik zeg akkoord. Ik kan hier nog één keer zeggen dat hij 36 jaar oud was en dat hij de broeder des bruidegoms is. Kijk, dat staat hier letterlijk. Broeder des bruidegoms. Akkoord. Huig de Zeeuw, broeder des bruidegoms. En bij Huig staat ook dat hij huwelijksgetuige is van Jan de Zeeuw en Teuntje Plezier ten Ridderkerk, 36 jaar oud. Nou, als klap op de vuurpijl geef ik natuurlijk nog aan waar ik dat beroep vandaan heb. Dus ik klik even op het beroep. Die activiteit van Huig de Zeeuw, dat hij als beroep vlasboer is,
Die heb ik uit deze bron. Dus ik zeg combinatiehandelingen, koppen links en rechts. Nou, zijn rol is in die bron. Ik weet niet of er getuige bij staat. Geslaagde getuige, ja. Akkoord. En dat het feit dat hij getuige is, zou ik zelfs ook nog kunnen koppelen aan de bron. Maar dat is overdreven, want dat spreekt wel heel erg voor zich. En zo hebben we nog eventjes. We kunnen die andere ook nog af, hè. Dus Willem Pleizier, oud 29 jaar. En die is vlasboer en broer van de bruid. Dan hebben we Jan Plezier, oud 53 jaar, vlasboer. En dat is de oom van de bruid. Nou ja, de hele familie is zo nog allemaal toe te voegen en te koppelen. Nou hoor ik mensen denken, wat een hoop werk. Ja jongens, genealogie, dat is registreren, dat is intikken. Maar in het volgende filmpje gaan we laten zien hoe het toch een stuk makkelijker kan met wie was wie.